Hallo, ik ben Joran en vandaag mag ik deze twee geweldige steelstofzuigers van Dyson uittesten. De Dyson V12 en V15. In deze video kijk ik samen met jou welk model het best bij jou past. Here we go! Dyson staat bekend voor zijn constante innovatie. En ook dit jaar hebben ze met de nieuwe V12 en V15 modellen een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hoewel beide toestellen sterk op elkaar lijken, zijn er toch een aantal belangrijke verschillen die jouw keuze kunnen bepalen. Het eerste grote verschil tussen deze steelstofzuigers is natuurlijk de grootte en het gewicht. De Dyson V15 is in zijn geheel groter en zwaarder dan de V12. De V15 heeft een gewicht van 3,1 kg en de V12 een gewicht van 2,4 kg. Dit zorgt ervoor dat de compacte V12 meer geschikt is voor een snelle dagdagelijkse kruisbeurt. Omdat de V15 groter is dan de V12, heeft deze natuurlijk ook een groter stofreservoir die dubbel zo groot is dan de V12. De V15 heeft een capaciteit van maar liefst 76 centiliter tegenover 35 centiliter voor de V12. Wanneer je beide stofreservoirs gaat ledigen, maak je meteen gebruik van het speciaal ontworpen uitwerpmechanisme door Dyson. Hiermee kan je de stofzuiger ledigen zonder je handen vuil te maken en hier ben ik persoonlijk wel echt een grote fan van. Het nadeel is dat je de V12 dan wel vaker moet ledigen, wat ik na een kruisbeurt van ongeveer 20 minuten zeker moest doen. De V15 is daarmee dan wat meer geschikt voor grotere huishoudens die vaker nood hebben aan een kruisbeurt. Wat de zuigkracht betreft heeft de V15 een krachtigere motor, waardoor deze op de turbostand een hogere zuigkracht heeft dan de V12. De V15 beschikt dan over 240 airwatts, terwijl de V12 er over 150 beschikt. Ik raad je aan om de stofzuiger vooral in de autostand te gebruiken om er het meeste uit te halen voor je batterij. Ook past de V15 in de autostand automatisch de zuigkracht aan, afhankelijk van het aantal vuil op de grond. Ondanks het compacte formaat van de V12 is de batterij hetzelfde als de V15. Beide batterijen zijn uitklikbaar en kunnen gemakkelijk vervangen worden. Met een theoretische batterijduur tot 1 uur kan je makkelijk het hele huis reinigen zonder te moeten opladen. In de praktijk heb ik de toestellen vooral op de autostand gebruikt en kon ik met beide toestellen ongeveer 45 minuten aan de slag gaan. De accuduur is natuurlijk ook sterk afhankelijk van hoe vuil de oppervlaktes zijn. In een normaal huis kan je met één accu dus makkelijk 2 à 3 keer grondig stofzuigen. Een groot voordeel dat de V12 heeft ten opzichte van de V15 is de grote aan- en uitknop. Tijdens het stofzuigen moet je niet meer de hele tijd de trekker ingedrukt houden, wat je bij lange kruisbeurten toch wel kan gaan voelen. Dit lijkt slechts een detail te zijn, maar hierdoor vind ik het persoonlijk wel veel comfortabeler om met de V12 te stofzuigen. Op vlak van de opzetstukken hebben de V15 en V12 veel gemeenschappelijk. Beide modellen hebben onder andere de bekende laser vloerzuigmond waarmee je elk stofdeeltje nog beter kan zien. Het enige verschil hier is dat de V15 zijn zuigkracht ook automatisch aanpast met zijn motorbaar vloerzuigmond en dat wanneer hij meer vuil ontdekt op een bepaalde plaats. Bovendien herkent de V15 niet op alle soorten vloertypes, waardoor je zelf nooit de zuigkracht meer hoeft aan te passen. Deze functie is dan spijtig genoeg bij de V12 niet aanwezig. De Dyson V12 en V15 zijn beide topmodellen binnen de Dyson steelstofzuigers. Over het algemeen is de V12 wat meer geschikt indien je liever wat mobieler bent en je meerdere verdiepingen moet stofzuigen, terwijl de V15 dan weer meer past bij grotere gezinnen. De eindkeuze is dus sterk afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur. Wil je nog meer informatie over de Dyson V12 of V15? Surf dan snel naar krevel.be en bestel jouw favoriete model vandaag nog. Wil je op de hoogte blijven van al onze nieuwe producten? Check dan zeker onze andere video's en abonneer je nu op ons YouTube-kanaal. Tot dan!